Okay, go ahead then. Ik doe het nog in Nederland als ik hier Goedemiddag. Je had voor even nagepraat naar de wedstrijd tegen Griekenland. Wat is het belangrijkste dat je meeneemt voor de wel van morgen? Vooral de positieve punten. Tenminste, de positieve dingen die heel goed gingen in de wedstrijd, die wilde ik meenemen. We hebben natuurlijk ook beelden gezien. En, ik denk toch wel vertrouwen. En natuurlijk weten we ook dat morgen een hele andere klus voor ons staat te wachten. En ik denk dat we daar ook van moeten genieten. En volle bak erin te gaan. En hopelijk kunnen we winnen morgen. Wat zal er vooral anders zijn? Nou, hij speelt uit. Hij speelt tegen een land die ook wel een beetje onder druk staat. Denk ik. Ik weet dat het wel een must-win wedstrijd is. Maar ja, zo moeten wij dat ook benaderen. En dat gaan we ook doen. En we moeten laten zien dat wij meer willen dan het zij het. Ja, ik hoop dat er zo meteen wel een vraag in het Engels kan komen over de schorsing en de boete die je gisteren hebt gekregen. Je kan laten weten dat je die accepteert. Het is wel fors. Toen ik dat las, dacht ik, wow. Ja. Staat het in verhouding met het voorval? Salaris. Wat zei je? Ik zei salaris. Weet ik niet, maar misschien. Nou, dat is gelijk, ja. Het is een harde, dure les geweest. En meer kan ik eigenlijk niet om zeggen. Ik heb het geaccepteerd en ik ben blij dat er nu een streep onder is. En ik kan weer verder en dat ga ik ook doen. Ja. Oh, leuk nieuws. Of misschien gaan we ook nog een tegenvallen. Joey Veerman is vader geworden. En noemt zijn zoontje Frankie. Dat is geen tegenvallen. Nou. Had ook virtual kunnen zijn. Ja, daar heb ik gelijk in. Allereerst natuurlijk geweldig voor Joey en zijn vriendin. En we waren natuurlijk hartstikke blij voor hem. En we zijn natuurlijk hartstikke blij dat alles goed is gegaan. Ja, Frankie is een mooie naam, dus heeft hij goed gekozen. Niet jaloers. Nou, nu het zo zegt. Dankjewel. Dankjewel, Pascal. Wie voor Virgil? Any questions for Virgil? Please, Noah. Go ahead. Onze apparatuur ligt nog in Nederland. Ja, dat is prima. Virgil, je zei net het positieve gevoel dat je aan het vasthouden. Heerst er dan een beetje een negatief gevoel? Het gaan verwijnen? Nou ja, als je van een best wel moeizame periode komt in juni, waarbij je en de meeste niet weet wat kan, maar op die manier wel bespeelde, was natuurlijk niet goed. Dan kom je toch wel met een niet heel fijn gevoel naar Oranje. Niet qua trots, maar vooral de situatie waar je in zit. En je moet het wel laten zien. Er stond heel veel druk op de wedstrijd. En ik denk dat we hebben laten zien als team dat we daar heel goed mee om zijn gegaan. Vooral de eerste helft, de energie die we erin hebben gestoken, de goals die we hebben gemaakt. Wat we van tevoren hebben besproken en wat eruit is gekomen. En de nul hebben gehouden. En dat voelt wel goed. En dat moeten we morgen ook uitstralen. En begin bij het team zijn, hard werken en met elkaar er alles aan doen om allereerst de goals te voorkomen. De goals te maken natuurlijk ook. En elke duel te winnen die je maar kan winnen. Als je het niet wint, dan weet je dat je imaginatie het kan oplossen. En dat voelde goed. Het is veel gaan over de vorm van Oranje. Ik heb voor jou persoonlijk het eerder dit jaar aangegeven dat jij niet in topvorm was. Het niveau wat je eerder had. Hoe zit je daar nu in? Hoe zou je dat omschrijven? Je hebt natuurlijk de vakantie gehad, dus dan begint eigenlijk het seizoen weer na vakantie. En ik voel me goed. Ik had het ook eerder aangegeven. Ik vond dat ik goed aan het seizoen ben begonnen. Natuurlijk, de rode kaart helpt natuurlijk niet echt mee. Maar ik denk behalve die wedstrijd, denk ik dat ik me goed voel en dat ik er goed in zit. En dat wil ik doortrekken voor de rest van het seizoen. Dankjewel, Noah. Wie nog? Maarten Wijfels. Ja, voor zo, waren jullie tevreden over de corners die jullie namen? Je kreeg ook weer, tenminste, je wilde hem inkoppen, maar toen kopte volgens
mij Aachen met... Nee, Martin. Of Martin Brunner was het. Was het voor mij gevangenheid zingen die eerste helft? Ja, zeker. Ik denk dat we daar ook vanaf de tweede dag, dus dinsdag, al heel erg over gesproken hebben. Vooral omdat het in de vorige periode slecht was eigenlijk. En we hebben daar beelden van gezien, dus ik denk dat iedereen daar ook heel erg mee bezig was. Dus, en Patrick Lodewijk is daar natuurlijk ook constant mee bezig. En we hebben daar ook de lengte voor, we hebben de jongens voor die bal kunnen leggen waar ze willen. Dus we moeten daar ook volledig vertrouwen en alles aan doen om te scoren. Ja, want in algemene zin, kort is wordt de spannende situatie steeds belangrijker. Moet je er een bepaald rendement uithalen? Dus ik zeg in percentages. Nee. Wat vind jij? Of? Nee, je moet gewoon elk moment die er is, elk spelafvatting of het nou een vrije trap of een corner is, moet je er alles aan doen om te scoren natuurlijk. En we hebben die lengte, we hebben de kwaliteit om dat te doen en we moeten er alles aan blijven doen. I suggest we do a few more for Virgil. Any questions in English for the captain? Valentine, yeah. That's Dutch again. English? Yeah, please, go ahead. Virgil, Cody Gakpo, he's perhaps, you might say, his form is a little bit better for Holland than for Liverpool. Would you agree with that? And what's your assessment of that? Well, I won't say that to each other, but we have been, how many games now into the season? 4? So I don't think you can speak much about form. I think he's still so important and now for both teams, and we see the last game didn't play for Liverpool because Darwin started after his the fantastic game in Newcastle he had, and he's still going to be so important, and I think he still started the season well. Obviously if you don't score goals, then maybe others will think that he's in good form, but the work he delivers each game is incredible defensively, offensively. I think it's a very difficult position to play as well. If he plays as a striker, or in the beginning of the season he would play as an 8, and he still managed to do a good job in my opinion. And the season will be very long, and we will need him, and he will be very important and still stay important for us as well. Thank you, Valentijn. Kom ik toch bij jou? Virgil, toch even over die boete. Heb je het idee dat je als voorbeeld bent gesteld? Ik heb het idee dat ik gestraft ben voor het feit dat ik dat heb gedaan. En dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ik heb een zware les geleerd en ik zal het niet meer doen. En zo simpel is het. Maar heb je hem vlot gescholden? Nee, ik heb hem niet persoonlijk aangevallen. Totaal niet. En dat is ook gebeurd. Ja, het is een hele hoop geld. Vind je dat geld bijvoorbeeld aan het goede doel moet? 3 keer Modaal is behoorlijk zo'n geld. Ja, ik heb geen idee waar het geld naartoe gaat, moet ik zeggen. Maar goed doel is altijd een betere oplossing. Dan gewoon naar de bond? Ja, wat ik zeg, ik heb geen idee waar het geld naartoe gaat. Het gaat voor mijn rekening af en dan hopelijk naar de juiste mensen. Dadelijk zijn. Ik hoop dat je de maand wel doorkomt. Last one for Virgil, please, and then he just prepare for training. Hi Virgil. Ireland don't have many regular starting players in the Premier League, and Evan Ferguson is one that we've pinned our hopes a lot on. Obviously he's missing. What sort of a big blow is he for Ireland? Is it carry less of a threat in his absence? Yeah, well, if you score a hat-trick just before the international break, then he's definitely going to be in a good shape and full of confidence, so he looks like he's a promising striker for Ireland and for now and for the future. That's definitely a big blow for them, but whoever's going to play tomorrow for them, we have to be ready to fight. I know, for them playing home with their fans in the position and the situation that they are in, they will do everything in their power to hopefully make it difficult for us. But we have to be ready, and I'll be ready. All right, thank you. Thank you all, Virgil. Should we pull up here, or was it hard to do that? Nee, is goed zo. Dankjewel.
Dan had hij niet gelijk morgen ook... Ik heb al een zoon die zo heet en die is er volgens mij ook niet altijd blij mee. Nee, maar dan komt dat misschien ook nog erachter dan. Maar dan had hij niet morgen gelijk in de basis gestaan als hij dat gedaan had. Nee. Is hij nog volledig beschikbaar, Joey Pierman? Ja, hij is volledig beschikbaar. En geldt dat ook voor Nathan Ake? Dat is afwachten. Natuurlijk gisteren gewoon de uitlooptraining en dat was geen probleem, dat wisten we al. Maar we gaan nu natuurlijk wel iets meer doen, dus het is wel afwachten op de training. Ja, op basis van deze training bepaal je nog of... Ja, morgen vroeg bepaal ik of hij fit is. Voor Griekenland zei je over de keeper Mark Vlekken, deze wedstrijd kiept hij. Hij heeft niet heel veel te doen gehad. Blijft hij staan? Of wil je dan toch nog iemand anders zien? Nou ja, ik ga niet nu zeggen dat hij kiept, maar ik denk dat je dat wel zelf kan invullen volgens mij. Ja, dat zal wel. Het is een andere ploeg, een ander land. Los van het optimisme en het gevoel wat je mee moet nemen uit het duel met Griekenland, maar vraagt het ook om iets anders in de wedstrijd? Nou ja, ik denk dat zij... We zullen net zo als... tegen de Grieken en uiteindelijk viel dat nog wel mee, balbezit. Zullen natuurlijk wel heel veel balbezit krijgen. En, dus dan is het wel baltempo belangrijk, dat we de ruimtes kunnen vinden. En ook heel agressief zijn, want dat zal anders zijn. Zij zullen ook met het gevoel van, en dat zegt hun coach dan ook, misschien wel de laatste kans die ze morgen hebben. Nou, het zijn altijd al landen die... die met heel veel enthousiasme spelen, ondanks dat ze misschien kwalitatief mindere spelers hebben, maar dat wil niet zeggen dat het daardoor ook makkelijk is. Dus we zullen de bereidheid wederom moeten hebben, maar ook de intensiteit van spelen. En dan moet het kwaliteit, individueel kwaliteit moet beslissend zijn. Kan dat dan ook een reden zijn om te kijken of je andere spelers gaat? Ja, ik kijk altijd naar een tegenstander. Niet uit angst, maar wel uit in de zin van waar liggen ruimtes en wat voor type hebben we nodig. Dus het is mogelijk dat we iets gaan wijzigen. Ja. Maar ja, het ging goed tegen Griekenland. Voor het eerst eigenlijk in de derde in de landperiode, in deze nieuwe periode onder jou. Het zou wel gek zijn om alles om te gooien, toch? Ja, dat zou gek zijn. En laten we nu in ieder geval over een langere periode dit laten zien en positief zijn en vertrouwen hebben en goed voetballen. Want ja, het is maar één wedstrijd. Dankjewel, Pascal. Any questions? Noah, wil je aansluiten? Ronald, je hebt begin deze week 2 persconferenties gehad. Niks over dat systeem gezet. Deed het nou om ons allemaal het verkeerde been te zetten of om het Griekenland te passen? Nou ja... Ik denk dat het logisch is dat je dat niet als coach gelijk gaat zeggen. Want ja, dan hadden we misschien nog langer alles moeten lezen en moeten horen wat we van plan waren. Dus dat hebben we, en het gebeurt ook niet altijd, dat het niet naar buiten komt. Dus daar was ik wel blij mee. Denk je dat het ook heeft meegeholpen? Zeker de eerste helft, omdat het was. Nou, ik weet het niet, want vaak... als tegenstander, hè, als je krijgt een elftal wie je tegenover je krijgt, dan kun je vaak wel zien hoe ze spelen. Ze hebben 2 jongens erbij die in Nederland spelen. Tenminste, 1 van de 2 niet meer dan. Dus ja, ik denk niet dat zij heel verrast waren. Maar we hebben het wel gewoon heel goed uitgevoerd. En dat zie je ook uit de statistieken. Met name de eerste helft hadden we, dacht ik, bijna 75% van de duels die we wonnen. Dus ja... Waardoor je veel in balbezit komt, waardoor je ook je tiener kunt bereiken. Nou, en dan gaat het spel beginnen en dat deden we gewoon heel goed. En dat mondde uit in 3, tenminste 2 goede goals. Ja, en dan is een wedstrijd grotendeels gespeeld. Heb je misschien met terugwerkende kracht een beetje verkeken op dat 4-3-3 nou het beste systeem is voor dit moment? Nou ja, ik had ideeën om dat zo te doen. En dat is er niet uitgekomen. En wie weet gaan we na een periode daar wel weer naar terug. Dat zijn, en nogmaals, dat en iemand gisteren zei het ook,
altijd dat systeem, maar het woord systeem, het gaat om spelprincipes. We zijn niet dat we, als we niet 4-3-3 spelen, dat we dan niks zijn of niet de Hollandse school zijn. Want in het systeem zoals wij tegen Griekenland hebben gespeeld, is het eigenlijk aanvallender dan als je met 4-3-3 speelt. Nou, ik heb er wel toen dacht ik ook wel een keer een opmerking over gemaakt. Dat ik vond juist in de beginperiode dat Louis dat speelde met het Nederlands elftal. Toen was het aanvallender dan gedurende de WK. Toen leek het soms wel, maar zo, dat heb ik toen ook gezegd. Alsof ze iets meer gingen afwachten en iets meer terug gingen zakken. Nou ja, dat zou best kunnen in bepaalde wedstrijden, maar er zijn ook heel veel wedstrijden waarin het anders kan en anders moet in mijn optiek. Maar nogmaals, er zijn meerdere manieren om succesvol te zijn. Dankjewel. Wie sluit aan? Riepke Bakker, nu.nl. Okay. Hard praten, Riepke. Even over Matthijs de Ligt, want de week begon best wel mooi dat hij misschien wel reserve aanvoerder was. Maar vervolgens speelt hij niet tegen Griekenland en ook als hij dan gewisseld wordt, dan komt eerst de vrijheid in. Kunt u uitleggen hoe die Ligt nu opstaat bij u? Zeg maar begrijp je waarom de vrijheid erin komt? Wat speelt de vrij bij zijn club? Ja, aan de linkerkant. Zeg maar. Nee, dus ook, in het midden. In het midden, ja. Ja. Maar los van het feit, zeg maar, hij is eigenlijk geen basisplaats natuurlijk net bij Oranje. Hoe kijkt hij naar? Nou, geen basisplaats. Volgens mij raakte hij geblesseerd met de Nations League, anders had hij gespeeld. En ik heb voor de wedstrijd van afgelopen donderdag maakte ik de keuze om Geert Ruijden te laten spelen. Daar heb ik met Matthijs over gesproken, maar ik vind Matthijs nog steeds een hele goede verdediger en misschien speelt hij morgen wel. Ja. Is speeltijd nog belangrijk op clubniveau erbij? Want nou, op een langere periode wel. Hij heeft ook een wedstrijd nog gespeeld nadat ze een competitiewedstrijd gehad, heeft hij nog een oefenwedstrijd gespeeld. Het is een korte periode, maar als het een langere periode is, dan is dat wel een probleem voor het Nederlands zelf. Dankjewel. Maarten Wijfs, I'll be with you in one second, perhaps two. Jij speelt graag met, dus noem je dat, de box op het middenveld. Wanneer in je carrière is dat nou gekomen dat je dat, dat je dat een ideaal iets vindt? Nou ja, het voetbal ontwikkelt zich. En ik had natuurlijk vroeger een coach bij Barcelona, die liet ook wel de 9 inzakken en gewoon met 2 buitenspelers diep spelen, waardoor je, maar het gaat om het feit dat je vaak een man meer situatie wil creëren op je middenveld. En lengte houdt of aan de zijkant of zoals wij dat deden met Wout tegen Griekenland. En spelers hebt die tussen de linies kunnen spelen, want dat zag je ook, want op het moment dat ze dat niet goed kunnen verdedigen, dan is het ook gelijk levensgevaarlijk. Want je hebt je diepte en je zijkanten, maar centraal, en als een tegenstander dat vol stopt, ja, dan liggen weer de ruimtes ergens anders. Dus ja, dat ik vind nog steeds dat zoals we dat doen en eigenlijk ook probeerden in de Nations League, en dat ging toen tegen Kroatië een uur echt wel goed, maar later is dat minder geworden. En dit systeem kan dat heel goed. En dan is het altijd de rust te bewaren in je voetbal. Wanneer komt het moment dat het team vrij is? En daar moet je geduld voor hebben. Maar je moet dat wel zien. Je moet er wel mee bezig zijn. En we hebben spelers die daar heel goed kunnen spelen. Want van alle aanvallers spelen ze allemaal het liefst aan de binnenkant. Er is eigenlijk niet één die zich echt heel prettig zou voelen als hij zou zeggen, je moet met het krijt op je schoenen staan. Nee, ze willen allemaal naar binnen. En dan is het natuurlijk vaker nog zo dat een rechtspoot vanuit de linkerkant voelt zich dan nog prettiger. En Xavi heeft wel, omdat hij ook bij zijn club op die positie speelt. Dankjewel, Maarten. The gentleman over there, please. Hi, how are you? Yes, fine. Two problems Ireland have had recently is conceding long-range goals and goals
those two things you've been looking to exploit tomorrow night? Of course, we're always looking to the opponent, where the strengths are, and also where we can score, where we can create offensive play, of course. And we know that, and France scored the 1-0 here, a good shot outside of the box, and again in France last week, and that's where we're looking to, of course. And but they will analyze us as well about our strengths and also about maybe our weakness. What threats are you expecting from Ireland tomorrow night? Always the same. If you play against Ireland, they will fight, they will play out of a high intensity, and we need to be prepared from the beginning for that, and then that we are the better team if we have good ball position with our individual qualities. That's a difference. We hope that. Thank you. Willem. Ronald, maar is het een desillusie dat het niet gelukt is met een 4-3 of is het te sterk uitgedrukt? Nee hoor. Nee, het is geen desillusie. Alleen in resultaat is dat, we hadden liever de Nations League gewonnen. Maar niet een desillusie, want voetbal verandert. Voetbal kan op meerdere manieren gespeeld worden. En ik heb ook gezegd, bij heel veel clubs waar ik, zelfs bij Barcelona hebben dat een periode gedaan. Daar waren ze ook niet sommige mensen super blij mee, maar het was wel succesvol. Dus nee. Ik denk best wel nog eens kan. We willen ook wel weer eens terug. En dat gaat misschien ook wel eens een keer gebeuren in een wedstrijd. Maar het is geen desillusie, nee. Want ik vind ook dat het mijn taak is, als dingen niet goed gaan, om dingen te veranderen. Dankjewel, Willem. We gaan even verder met oog op de tijd. Valentijn. Ronald, heb jij ooit zo'n boete gehad als virtual partij? Nee, zoveel niet, nee. Nee, maar hebben jullie het er nog over gehad of zo? Ja, wel een opmerking. Ja, tuurlijk dat het. Ik zeg, betaalt de club de boete? Nee, ik zei, ik betaal het zelf. Ik zei, oké. Okay. Maar jij noemde het als voorbeeld. Ik denk ook wel dat best wel zo is dat ze. Want in Engeland willen ze stoppen met wat wij ook willen. Dat het zeuren, het klagen bij een scheidsrechter. Ja, zij denken dat het op deze wijze stopt. Nou ja, oké, okay, daar is misschien Virgil dan wel een beetje het slachtoffer van. Ja. Je had het net over 75% van de duels hebben gewonnen. We moeten rust in de opbouw. Hoe kijk je dan naar het spel van Martin de Roon bijvoorbeeld in de eerste helft? Hij was blij met zijn goal, maar zei ook dat hij het gewoon met een dubbel gevoel in de kleedkamer zat. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dat heb ik met Mart ook besproken. Hij maakt het soms ook te moeilijk. Hè. En dan in plaats van dat hij zijn positie houdt wat meer naar rechts, gaat hij ook naar de drukte toe. En dan komt hij bij momenten in zijn zwakte. En daar had hij ook 4-5 keer balverlies in. En dan heeft hij vaak nog wat vermogen om dingen wel weer, de bal wel weer terug te winnen. Maar dat lag gewoon puur aan zijn positie. En daar praat ik met hem over. En oké, als we iemand anders daar willen neerzetten of denken dat dat beter is, dan doen we dat. Ja, want wie zijn die alternatieven? Nou, er zijn er wel een paar. We hebben Reinders, Wiever, Veerman, Koopmeiners, dus we hebben genoeg mogelijkheden. Ja, jij ziet Veerman eventueel ook voor die rol? Ja, dat zou kunnen. Hij is dat niet gewend natuurlijk, want hij speelt toch wat meer links op het middenveld bij PSV. Maar hij speelt ook wel weer dit seizoen wat verder terug. Maar ja, het is natuurlijk aan de bal een zeer goede voetballer. Ben je ook blij dat Veerman niet iemand is die gelijk een week thuis blijft als die vader blijft? Nee, dat klopt. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het logisch is. Het is ook wel weer lekker. Ik vond het vroeger wel lekker hoor, dat ik weer lekker kon gaan trainen. Dan lekker weg thuis? Ja, weer lekker trainen. Ja. Misschien heeft hij dat ook wel. Weet ik niet, maar vroeger. Jij niet? Nee, opleiding. Ja. Nog steeds toch? Ja. Dat komen niet meer. Nee, goed. Ik kom bij Martijn. Gentlemen over there, please. Hello, Ronald. Hello. Because Ireland lost in Greece primarily, they have to win tomorrow. The manager has said that.
because of that, do you expect to get more space in behind the defence and not just maybe traditional defensive Irish team, or as has been mentioned, the shots from distance, but particularly gaps in behind? I don't know. Of course, the coach said that the last chance for them for the second place in the group, that's true. But maybe on the end of the game that they will take more risk. Normally they used to play with the five at the back. And maybe they will change. All of that can be possible for tomorrow night. The best is to prepare yourself in the best way what possible is. Thank you. Martijn, that's the final question will be there after this one. Even voor de duidelijkheid, er is heel veel discussie over wie de principes, et cetera. Maar je kijkt nu als bondscoach gewoon naar het moment. Ik heb nu dit nodig en met deze speelwijze denk ik tot succes te kunnen komen. Dus niet zo dat we vastzitten aan dit. Nee, totaal niet. Maar je kunt ook aan één zijkant in plaats van een back- en buitenspeler neerzetten. Dus er zijn meerdere mogelijkheden, maar de spelprincipes, daar willen we aan vasthouden. Eén ding nog, je hebt als goed zo'n schaaltje gekregen omdat je 25e, ja. Is dat dan iets wat je dan leuk vindt of word je in de laat thuis zo'n schaaltje? Nou ja, het is leuk. Ik heb een plekje thuis al voor, denk ik, om hem ergens neer te zetten. Nou ja, ik ben trots dat ik bondscoach ben. En gelukkig is de 25e beter gewonnen. En laten we hopen op een volgende schaal. Dan moet je nog een tijdje naar me kijken. Look over that. Final question on that side, and then we have to go to the training. Ronald, welcome to Dublin. You've been involved with some extraordinary moments with Irish football over the years. Gelsenkirchen, and then 1990 in Palermo, 1994 in Orlando. It was hot that day. What were your memories of that Irish team at the time under Jack Charlton? And do you see any comparisons between the Irish team then and the Irish team now? Well, I think that's difficult. I think it's not good to compare teams of Holland or Ireland in the 80s or the 90s. In that time, Irish was really strong, with a great public behind the team, and we had big moments against them in the 88, the lucky goal to win that game, and in the 90s in Italy it was a draw, but in that time they were really strong with good strikers, Aldridge, Stapleton, I think, and the coach was famous, Jack Charlton, and that is changed. Of course, they have now more younger players. They need time. They don't have a lot. What I heard, Irish players playing in the Premier League. And that makes it really difficult for the coach. You would be disappointed that Martin Neil is no longer the Ireland manager, are you? I'm not disappointed about that. Why? Just your spat with him when you were Everton manager, and he was the Ireland manager over players and everything. Yeah. That was about the midfielder. McCarthy. Yeah. He was always injured in Everton, and he played for Ireland, and he came back injured. Then, of course, I'm not happy. It was the last time you were in Ireland when you went to see Seamus Coleman. Yeah. You haven't been back since, no? No. Give him a big hug. great player, great man. Yeah, so it was nice to go up to Dublin. It's a long way from Dublin to Donegal. You won't be on the back up to see him next time. Okay. Thank you. Thank you. Dank je wel voor de aandacht. We gaan naar het veld. Tot zo.